De bibliotheek in Wijchen heeft een jubileum te vieren. Al 75 jaar kunnen inwoners boeken lenen bij de plaatselijke bieb. Maandag was de feestelijke aftrap waarbij 75 ouderen uitgenodigd werden voor de verjaardagsvisite, vertelt directeur Anja Kaashoek. Ja, we zijn vandaag begonnen met een verjaardagsfeestje met alle mensen die in dezelfde tijd geboren zijn als de bibliotheek. En die dus ook nog de verhalen van vroeger kennen, hoe het vroeger in de bibliotheek toeging. We hebben het hele jaar door iedere maand we hebben sowieso heel veel activiteit. En iedere maand pikken we er één uit waarvan we zeggen, die gaan we extra feestelijk maken. Ondanks het jubileum is het nog maar de vraag of de bibliotheek blijft bestaan. De gemeente Wijchen heeft dit jaar 2,5 miljoen euro extra betaald voor de jeugdzorg. Als dit volgend jaar weer gebeurt, moet de gemeente kiezen. Op de zorg drastisch bezuinigen of het zwembad of de bibliotheek sluiten. En als huisvrouw weet ik dan ook dat je je geld maar één keer uit kan geven. En dat is ook het dilemma van de gemeente. Dan wordt er inderdaad als metafoor altijd gezegd van ja, als we niet genoeg geld meer hebben voor de jeugdzorg, dan moet er een van de andere voorzieningen moet wijken. En er wordt altijd zwembad en bibliotheek genoemd. En daar stond dus inderdaad onlangs met grote koppen in de krant. Daar waren natuurlijk onze medewerkers en ook onze klanten heel erg van geschrokken van wat nu. Wat ik kan zeggen is dat wij met de gemeente Wijchen en de bibliotheek hebben we een goede samenwerkingsovereenkomst. Ook voor de komende 4 jaar is die overeenkomst gesloten. En ik denk dat als wij kunnen blijven aantonen wat onze rol is en hoe graag mensen gebruik maken van onze bibliotheek, dan denk ik dat we heel ver komen. Ja. En ik snap ook, als het geld op is, is het op.